Goedendag. Je kijkt naar de weersverwachting van weerblazen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend vroeg zien we dat er weinig bewolking boven Nederland is, maar boven Engeland en Frankrijk is het geheel bewolkt. De wind waait uit het zuidwesten. Dat betekent dat de bewolking onze kant op komt. In de loop van de ochtend zien we dus vanuit het zuiden de bewolking toenemen, maar de zon schijnt nog ook flink. Het blijft ook overal droog vanochtend. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en dan gaat het vanuit het zuiden ook regenen en motregenen. Dat gebeurt als eerste in Zeeland en Brabant en breidt zich later in de middag langzaam verder uit. Vanavond is het dan overal nat en de meeste millimeters vallen in het westen en noorden van het land. Van het noorden kan het stevig doorregenen even. Temperaturen daden vanavond tijdelijk naar 5 graden, vanmiddag is het trouwens 7 of 8 graden. Komende nacht lopen de temperaturen op en morgen is het dan zeer zacht, 10 tot 12 graden. Het is ook onstuimig weer. Aan zee staat een zuidwesten storm en er zijn windstoten van 80 tot plaatselijk 120 km per uur mogelijk. Het onstuimige weer neemt een zaterdagavond af. Zondag, maandag en dinsdag vallen er dan enkele buien. De zon schijnt ook van tijd tot tijd en de temperaturen blijven hoog, 8 tot 10 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaats.nl.